Die zat een beetje nog laag. Dat is een onderpel, ja. Hey, ik voel me gelijk thuis. Oh, dat is wel fijn. Ik dacht omdat ik er was. Maar alleen heb je gezien waar we eruit moeten. Het is er allemaal aan de hand. Ben je van de leg? Als ik een roer naar bankboord doe, ja? Dan gaat het schip naar stuurboord. Oh, daar moet je van wennen. Hij lacht wel. Dus dat is een goed teken, of niet, Martijn? Ja, dat is een goed teken. Lach jij ook? Ik ga op jullie oordeel uit, hè? Is het wat? Jazeker. Maar het was heerlijk binnen. Lekker warm. Ja, wel jammer dat de ouders verhuizen. Maar ja. Ik denk, weet je, een korte vlucht. Ik had altijd naar Marseille vliegen of naar Lyon of... Ja, toch? Goed te doen, toch? Ja, is goed te doen. Ja, hoe vinden jullie het? Ik ga nog niet zo. Wat? Wat zei je nou? We hebben heel veel zin in. Ah, goed zo. We can go by land or by sea. Me and you, it's all that we need. Just one foot in front of the other. Take a breath and then take another fill of... I'm my Sleewijk. En dan zeggen wij goedemiddag. Goedemorgen. Ja, Ramon. Vandaag heel vroeg. Ja. Zonnetje. Hey, het zonnetje schijnt en wat gaan wij doen? Varen. Denk ik. Waterskiën. Hoop ik. We gaan varen. Proefvaren. Proefvaren. We gaan proefvaren. We gaan proefvaren met de Bendy 2200. Ja. We hebben onze stuurmannen bij ons. Ja. En nou ja, deze kan ook gewoon, de oudste kan ook gewoon varen. Ja. Dus nou, we gaan het zien. Stuurman, Oh, wacht even. We hebben de kapitein Schipper en de stuurman. En ik ben gezelligheid. En ik ben figurant. Dus nou, kom op. Let's go. Gezelligheid. Op naar de boot. Het is wel mooi weer. Hartstikke mooi weer. Nou, die kant niet hoor. Nou, dan moet je die kant op filmen. Ja, die kant wel. Je moet altijd de gunstige kant zoeken. Nou, lopen. Ja, is in dan. Nou, daar zijn we. Nou. Ons nieuwe huis. Nou, Martijn is er ook bij. Dus we gaan helemaal los. Nou. Nou, Martijn. Jij kent deze boot al, hè? Ja, ja zeker, zeker. Van even geleden, ja. Ja. En dan had je het al over die waterfilters. Ja, ja. Kijk, de drinkwaterfilters, had ik het even over. Maar die zijn een beetje zwart, hè? Ja, dat wel. Dan gaan we niet uit drinken, denk ik. Nee, dat zou ik ook niet zien. Ik zeg, twijfel of je toilet ermee doorspoel. Ja. Nee. Wil jij voor mij even de motor checken, Martijn? Alsjeblieft. Ja, ja. Maar je had toch al... Even kijken, hoor. Ik moet even die pitonkoppelingen kijken of dat hier in lijn staat. Dat moet ik wel even doen. Dat weet ik niet zo. Dat is ook lekker, joh. Nee. Ja. Dat is fijn altijd. Ja. Maar kijk eens hoe scherp. Waarom? Zo'n punt steekt eruit. Ja, dat is mooi, ja. Ja, zie je het? Nou, dat ga je niet meer. Flinke tang voor hebben. Ja. Ja. Ja, even rekening mee houden. Nee, dat heb ik ook wel. Wil je het over die dynamo's af? Nee, deze zijn hier zo. Hè? Er zit een nieuwe kabel op de dynamo. Hier zo, deze. Ja? Die huidige is afgekoppeld. Dit laten dikke. Oh, is een nieuwe kabel? Ja, ja, ja. Die hebben ze gewoon rechtstreeks met die jeugdblokken. Oh. Op de motor gezet. Nee, dat is goed voor elkaar dan hoor. Ja, want we zien draadjes los hangen, maar. Ja, een nieuwe reservesnaar zit erop. Nee. Oh, is een nieuwe. Nieuwe kabel op de dynamo gegaan. Maar dat die dingen, zal deze ook eens open draaien voor de gein? Deze zal er ook wel uitspuiten dan. Ja. Ja. Oh, er zit weer een andere kleur koelwater in. Ja, dat zag ik net al, ja. Oh. Nou, dat hebben we al hier wel wat te doen, hè? Ja. Koelwater verversen. Ja. Het is wel glycol, maar ander kleurtje. Ja. Hier zit, er zit wel een gaatje in, dus. Ja. We zullen straks zien als hij expandeert wat hij hier dan in komt. Ja, kijk hoe even hoog die staat onder de varen. Is dit een pijlstok van dat ding? Ja.
Maar ja, we moeten toch die motoren verversen. Die olie is hartstikke schoon. Ja. Ja, maar we beginnen altijd op nul, hè? Dan weet je wat er is gebeurd. Deze is goed. Ja. Zo'n minimaal pijl. Maar die John Deere zijn hartstikke goede motoren, hè? Dat. Hé? Dat zijn goede motoren, ja. Nou, die is wel een beetje erg laag. Deze is een onderpijl, ja. Mooi. Hè? Dat is wel mooi. Dat is niet gecontroleerd. Nee. Nee, dat zei ik al. Ze starten en ze varen weg. Mm-hmm. Dus, Nee. En hoe zitten die piekels in? Maar goed, we waaien... Ja, die zit wel goed. En? Ik kan het moeilijk beoordelen eigenlijk. Daar staan ze. Ja. De olie van de koppeling is ook goed deze kant. Deze kant al bekijken? Is ook goed, hè? Ja, is ook goed. Alleen deze motor moet... Olie in. Er moet olie bij, hè? 100%. Bijna. Ja, dat is wel te min nu. Ja, maar... Nou ja, die mensen die checken nooit die motoren, hè? Die doen gewoon starten en lopen, hè? Knap is dat, man. Ja, heel apart. Ik ben er niet bang voor. Nou, deze leeg, hoor. Die kwam meteen weg. Was die vol? Nee, deze was niet vol. Oh, absoluut okay. Niet. Nee, er zat een beetje in nog. Oh. Maar het is precies genoeg. Ja hoor, kijk ja, eens. Ja, nou is hij goed. Oké. Okay. Nou, we kunnen zo starten. Ja. Maar eerst even, als van de boven een probleem. Met de startbatterijen waren laag niveau. Met wat, sorry? De startbatterijen, maar die staan hier toch? Nee. Waar staan die startbatterijen voor deze motoren dan? Even kijken hoor. God, raar natuurlijk. Hè? Even, geen idee. Dit is lichtaccu set. Hier, hier zitten die accu's, startaccu's. Ja. Ja, maar moet die acculader even aanzetten. Ja. Acculader aanzetten. Ja. Oké, maar hoe gaat die aan? Ja, ik ga boven even. Ja, ik kan hem hier ook wel starten, maar ik weet niet of ze dat leuk vinden. De boven eventjes. Even boven kijken. Ja. Ja. Het is hier wel lekker warm hier, Martijn. Ja, dat is het belangrijkste. Even kijken hoor. Oh, ook hier zo ook laag. Ja. Ja, die 65. Wat is de grote als de kleine set? Even kijken hoor. Ja, ik kan de eerste 6? Ja, maar de 6 is groot zat. Die boekseloef is niet goed hoor, dus stopt het wel snel. Maar ja, dat lukt niet te lang gebruikt. Nou, anders is niet de eerste boot. Nou, bij van de hè. Even kijken, zal die generator set, zal die... Ja, dat is die omvormen die niet aanstaat. Ja, maar staan die sets wel aan. En kijk, die ladertjes zitten hier zo, die mastervolt lader zit op deze batterijen. Maar er zit natuurlijk wel een hoofdschakelaar tussen. En die staat uit, en dat is het verhaal, kijk. Oh, En nu kan je... Waar zit hij bij deze dan? Is dat niet dezelfde? Nou, ja, zou dat één accu zijn waar ze allebei voor starten? Ja, hij heeft één accu. Dat ja, nou, dan kunnen we nu starten boven. Ik kan het hier bij ook wel even doen. Alles staat open, want ze waren weer klaar. Dus. Alles staat open? Ja. Dan heb je niet wat de wiepel, denk ik. Nee. Die staat open, ja. Hij is wat optrimmen. Oh. Nee, dat hoor je helemaal niet. Hè? Hier zeg maar mee staart, hè? Zo klein. Ja, ja, weet ik. Ja, één is een kleine generaal pas ja. Hier. Ja. Kijk, ja, is het zo. Die hoor je helemaal niet, joh. Nee. Als die warm is, hoor je hem helemaal niet. Ja. Ja. Maar deze staat uit. Ja, maar hij gaat zo pas aan. Oh, daar gaat hij. Ja, hij gaat zo pas aan. Ja, maar nu... Maar er was niks aan de hand. De hoofdschakelaar stond gewoon uit. Oh.
Kijk, nu gaat het gewoon prima, nu draait hij. 99, zitten we dan? Spanning. Nee. We bewegen. Maar het spelletje. De paal komt dichterbij. Ja, daar zitten de knoppen door. Hij mogen we even kijken. Nou, hij reageert wel heel snel. Ja, het is wel goed weer, ja. Het gaat zo meteen zonnig. Ja, het is echt lekker. Nou, het is 12 tot 2. Hey, hoe vinden jullie onze nieuwe zit? Ja, best wel. Er zit al geïnstalleerd. Je hebt je plekje al gevonden. Ja, hij gaat 19. Nou, ga ik eens even kijken hier. Die doet ook? Nee. Ja, dat is soms net te doen, maar ik kan niet één. Ja? Nee. Ja, die klopt ook. Aparte motoren. Ja. Ja, dat is één. Hier gaat dus volgende dag bezorgd. Dan ga ik er tot die nieuwe zuur. Ik ga het niet afbetalen. Ja, dat is vooruit. Hoe is dat achteruit? Nou, met twee keer druk. Dit is dan dubbel. Twee keer drukken? Nou ja, één keer. Spannend. Ja. Even achteruit gaan inklikken. Dan stopt hij. Nee, als je hem loslaat, stopt hij. Ja, dat als je hem loslaat, stopt hij. Zo werkt. Mag ik even? Ja hoor. Dit is bakboord. Die doet het. Ja, op die manier. Ja. Ja. Achteruit doet hij ook. Ja. Dit is stuurboord vooruit. Dat doet hij ook. En dit is achteruit. Dit is allebei vooruit. Ja. Nou, hij doet het. Echt over een ik denk dat hij het doet. Nou, het is toch wel een plaatje. Die bakje werkt ook lekker daar. Nou, die jongelui vinden het ook helemaal geweldig. Hè? Ja, ik zit er gewoon even links. Het is niet heel hard, maar ik denk dat we zo tegen de laatste keer. We hebben zometeen gaat het tempo dat erin. Was vorige keer ook toen we... Ja, heel leuk natuurlijk, want dat vind ik wel gezellig. Ja, zo gaat hij in zijn werk, dat is duidelijk. Ja. Ja, ik denk nee, maar kijk, dit is controle. Dan hoort hier normaal nog twee lampjes op te zitten. Ja, dat is wel van ZF. Ja, hij is van ZF, maar hij zit schip natuurlijk onder een klasse. Je hebt particuliere ZF-handles. Ja. Ja. En je hebt natuurlijk ook gewoon met de feedback. We moeten altijd feedback hebben, zeg maar. Ja, want als je deze ingedrukt houdt, dan kan je hem gewoon... Als knipper, als het goed is. Ja, nou kan ik hem meer toeren geven, hè? Ja, dat is blij. Ja. Dat is wel gek dat er een feedback is. Ja, want er moet een groen en een... Ja, dat heeft hij inderdaad niet. Er moet wel een groen en een rood lampje op zitten, normaal. Ja, vooruit ja. Rood lampje. Snap je? Okay. Ja, een rode en een groene. Oh, een rode en een groene. Ja, dat maakt feedback op zitten. Dat is anders dan stoplicht, hè? Ja, nou voel je het, maar je ziet het niet. Serieuze zaak, maar ja, dit. Maar ja. Wow. De generator draait genoeg prima. 50 ampère. Maar 50 ampère, maar waarom heeft hij zoveel stroom nodig dan? Nou, die airco's zijn allemaal aan. Hè? Nee. Dat is 50 ampère, dat is... Mooi, hè? Daar gaan we niet heen. Daar gaat Martijn elke keer heen met Erik naar de machinekamer. Maar die airco kent er gewoon uit? Nee, want hij draait het over zijn venkels heen. Nee, ja, de vloerverwarming. De vloerverwarming? Ja, joh. Ja, maar die venkels zijn bijgezet, denk ik. Dus kijken wat die dingen doet. Ja, die dat ding achter. Ja. Nou, wat vind je er zelf van? Ja, leuk hè? Hoe laat was het? Ik voel me gelijk thuis. Oh, dat is wel fijn. Ik dacht omdat ik er was. Maar alleen heb je gezien waar we eruit moeten. Ja, het is een dingetje. Ze hebben gemeten. Ze hebben aan elke kant 1 meter over. Oh. Mits het niet waait. Of stroomt of iets. Ja, het is best gezellig nu al. Nou, hij draait. Hè? Alles staat. Er is wel een hinder voor ook. Het allemaal bekeken. Hij moet er die kant op. Hè? Dan ligt er hier aan de zijkant ligt een bak. Deze. Risico 11. Is ook wel een risico, want we willen er niet tegenaan tikken natuurlijk. Laat het zo maar zien. Cool. Risico 11 heet hij. Ja. Ja. Nou, hebben we er zin om. Ja, het voordeel is dat het hier niet stroomt, hè? Was makkelijk. Nou, we gaan naar buiten.
Ja, als jij daar kijkt, dan kijk ik hier. Kijk uit voor die kont. Kont 50 centimeter. Keurig. Helemaal perfect. Komt iets van de bak af? Kont. Hij moet af 30 centimeter nu. Nou, we gaan de haven uit met onze nieuwe boot. Ja. Hey, kijken. Ja. Ja, even kijken of ik jou met vlogcamera een boot krijg. Ja. Het is wel vet. Ja. Nou, we gaan de haven uit. Leuk, hè? Leuk, hè? Ja, dat is wel vet. Ja, dat is wel vet dit. Nou, ik ga even een stukje sturen. Ja. Zo. Nou, hoe voelt dat nou? Ja, goed, hè? Ja? Ja, helemaal prima. Goed? Ja? Ja. Dus je gaat zo een beetje gas op de lolly geven? Mooi uitzicht. Ja, hoe is dit nou? Ja, de kaart die staat op zijn zijkant. Oh, dat is een dingetje. Maar, how is your view? Ja, goed. Kan het goed zien? Ja, goed. Ja? En alles werkt? Of? Nee, dat niet. Nee. Dus de kaart staat op zijn kant. Ja, de kaart staat op zijn kant. Maar er geen stroom. En, nee, dat hoor ik. Martijn is op zoek naar stroom. Ja. Het druppelt wel, zag ik bij het bovenluik van het vocht. Maar dat schijnt normaal te zijn. Oh. Denk ik. Ja. Nou, moet voor. Maar in ieder geval, stroom gaan we zoeken. Maar voor de rest. Ja, kijk, is het goed. Leuk, hè? Gewoon een bootje, hè? Met lampjes. Van de gaaf, en hebben we nu ook. Oh, camera's. Ook mooi. Oh ja. Ja, machinekamer. Ja, machinekamer zie ik. Dat is wel gaaf hoor. Een soort Gibraltar. Nou. Maar als je zit, dan zit je ook relaxed, of niet? Nou, je hebt goed zicht. Ja. Maar kan ik naar voren nog, hè, die stoel? Ja, dat is prima. Dat is de oude marifoon. Oh, is een man. Mooie marifoon ook. Ja, heel mooi. Goed te verstaan. En dit is een ook iets. Hier zijn de codes voor het internationale werk. Ook leuk. Nou, daar komt Leo weer. Stroom gevonden, denk ik. En? Geen stroom. Nou, kan er nog iemand voor koffie zorgen of is dat... Ik wacht gewoon een uur op de taart. Oh nee. Oh je, nee, jij had wat anders bij je. Ja, nou hij heeft nog wat lekkers bij zich of het is al op. Het is al op. Kijk eens wat een uitzicht joh. Nee, leuk man. Kijk eens. Maar die stabilizers die zouden normaal ook op nul moeten staan, hè? Ze zijn op zoek naar stroom. Dus, ik heb nog een oplader bij me. Nou, een oplaadkabel, batterijen. Ik heb mijn externe oplader. Helpt dat? Nee. Nee, helpt net niet. Nee. Nou. Maar ja, je eerste vaarindruk, meneer Kardas? Ja, prima. Prima. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we zomaar even rondgaan. Nee, we gaan nog een stukje varen. Oh. Misschien nog een beetje gas bij, en wat leuk. Ja. We zijn net de haven uit, ik weet het niet. Een beetje spelen met dat ding, of niet? Ja, ja, maar dat moet wel werken, zeg maar. Ja, we zijn net 5 minuten de haven uit. Ja. Dus, ja. Als ik namelijk een proefrit maak met mijn auto, ga ik in ieder geval verder dan 1 minuut. Nou, in ieder geval, tot nu toe, hij vaart lekker. Mooi gezicht ook. Oh, de machinekamer staat natuurlijk open nu.
Ja, Martijn is dan mee bezig, want we hebben geen stroom, hè? Dat heb ik net verteld, ja. Nee, nou gaat Erik naar de lip. Niet waarschuwen. Hij is zo rond. Hè? Eentje moet er niet aan. Hè? Ja. Dat is, Alleen ik had het gemist ermee. Ja, die een ging opeens rond. Ik werk het aan. Ik kan er binnen snel uitvaart. Hoeveel mogen we drijven nou? Dat is niks, dat is prima. Hé, hey. Hey, vang je dat dan? Ja. Oh jee, wat leuk. Kijk nou, eens wat leuk. Wat een leuke lam. De ATX-schakelaars in. Dat is een leuke lam. Nou jongens. Er was er eentje met storing, hè? Waar ging de lamp aan? Ja, leuk hè. Ja, die lamp. Die lamp die heb ik erin gezet. Deze doet niks. Je zit nergens in. Ja, gaaf hè? Ja, dat is die batterij. Gaan we even naar beneden. Ik ga eens even kijken of ik buiten kan kijken. Misschien dat Erik een beetje door gaat varen. Blij dat jullie het ook leuk vinden. Wij zitten te genieten. Iedereen is aan het rond en over elektriciteit. Ja, ga eens even bij Martijn kijken. Onze genie. Serieuze zaken. Hou ervan. Nou, even kijken bij de directeur. Bla 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 bla. Nee, je moet altijd links. Maar die boekschroeven die heb ik ook wel eens gehad. En was ja, maar waar het water heen ging, was de brede. Ja, dat had de piloot ook al. Ja, dat is ook links en rechts gedraaid. Het is er allemaal aan de hand, ben je van de leg? Nee, die piloot. Als ik een roer naar bankboord doe, dan ja? Gaat het schip naar stuurboord. Oh, daar moet je van wennen. Nee, en daar ben je niet aan. Oh, daar ga je niet aan wennen. Links aan en rechts. Nee, ja, nee, ja. Er nog zo eentje liggen, ja, het is heel vervelend, dus. Oké, maar hij geeft een mooie golf, joh. Lijkt net een grote Williams. Leuk, joh. Maar je stopte, dat was een beetje jammer. Ja, nee, dat deed Niels. Ja. Want Niels, kostte... ja, Niels zegt, hij gebruikt nu 120 liter, dus doe even rustig aan, joh. Want? We gingen toch proefvaren? Zeker. Oh, nee, maar wel gaaf. Dus, Krijg je laatst kies? Ja. Nou. Nee, maar het is wel gaaf. Ja. Nou. Loop lekker, kaart al gekanteld of waar zijn wij op de kaart? Ja, die kaart die staat ook een beetje raar. Waar ben jij dan nu? Oh, ik zie je. Ja. Daar. Hier. Ja. Die kaart die moet zo staan. Oh, ja. Kan dat niet? Nee. Meedraaien de kaart. Ja, want dit is mijn kaart. Dat waait toch niet? Ja. Oké. Okay. Hij lacht wel, dus dat is een goed teken of niet, Martijn? Ja, dat is een goed teken. Lach jij ook? Ik ga op jullie oordeel uit, hè? Af van jullie. Dit, nee, ja. Oké, okay. Het is wel wat. Ga beneden even kijken. Het is wel wat. Jij checkt nog even. Vind jij het ook nog wat? Ja, dan ben ik het
Nou, dan ga ik even kijken of hun het nog wat vinden. We gaan even buiten kijken. Oh, dan neem met de mannen. Deze mee dan. Even meedoen of wat leuk vinden. Ze hebben druk met feestjes. Nee, nou, het doet even je jas aan en beweeg. Kom, hop, 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 hop. Ja, is goed, achteruit. En even blokken, jong. Ik ga achter jou aan en waar is die? Ah, daar is die andere zoon. Jas aan. Nee. Hey. Kijk dan. Vette lucht. Ja, daar komen we net al langs, hè, om het heen gaan. Nou jongens, we staan even op het achterdek. En oh. Ja, even om zijn beurt even. Ja, anders hoor ik jullie niet. We gaan een rondje lopen. Ja, loop je achter me aan? Eén tel, hè? Even tel. Ja, gaan we. Ja. Is het wat? Zeker. Maar het was heerlijk binnen. Lekker warm. Ja, hè? Loopt nog iemand? Oké. Okay. Kevin en... Oh, jij bent je jas verloren onderweg. Nou, wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Ja. Ja, het is wel warm. Het is zomers weer. Ja, zeker wel. Maar ja, ik vind deze boot, waar zijn we ook alweer? In Monaco. Best wel een mooie plek. Ja. En wel jammer dat de ouders verhuizen. Maar ik denk, weet je, korte vlucht. Ik had altijd naar Marseille vliegen of naar Lyon of... Ja, toch? Dat is goed te doen, toch? Goed te doen. Ja, is goed te doen. Ja, en wat vond u van die korte regenbui die er tussendoor kwam? Ja, jammer. Jammer. Weet je, je kan niet altijd 6 gooien. Dat is natuurlijk ook waar. Maar ik heb wel in het casino geleerd, als je maar blijft inzetten, win je vanzelf. Dus ik zou zeggen, en doorgaan. Dan winnen ze, winnen. Hey. En we gaan door dus. Ja. Ah, dat is nice. Even wachten, want we gaan even... Dit is hem dan. Je vader zit, die zit achter het stuur. Hij heeft natuurlijk voor ons geen tijd. Je mag niet voor zijn uitzicht lopen, want dan krijgt hij weer paniek. Dus, zero. Dus, we mogen er niet voor staan. Dus we gaan aan deze kant. We gaan ervoor dansen, man. Ja. Waar komt dat? Dat zijn hele kleine... Wat? Hey! Sinterklaas! Wiek! In Spanje! Echt jongens, serieus! Hey, daar gaan we weer rustig. En hoe vonden jullie onze tutter? Tutter? Het hele kleine tutter. Is een beetje tutter? Je kan er goed tuteren. Het is een beetje... Kijk, daar kan je gewoon zo afstappen. Is een slappe tutter? Hey, negatieve tutter? Daar kan je gewoon zo afstappen. Zo water in. Oh ja. Oh, sorry! Maar dan gaan we weer rustig naar binnen, want daar was het lekker warm. Nou, oké. Okay. Gaan we? Ja. Ja. Oh, ik hou het. Safety first. Zo. Ja. Wie heeft de koffie? Rondje van de zaak. Nou, we gaan de warmte weer in. Wat had je voor een negatieve toeter op dat dak? Dat doet ze hier aan die oren. Nou, dat is wel een negatieve toeter, hoor. Nou ja, oké. Okay. Het was wel even leuk. Hoe vind jij het? Nou... We gaan de haven weer in. Ja, wij, zeg maar, ik vind hem echt helemaal leuk, maar dat is natuurlijk een beetje interieurtechnisch en zo. En ja. Op het oog, noem ik maar. Maar het gaat nu ook om de techniek en daar ben je ook heel blij van worden. Maar je zat wel blij achter het wiel. Ja, hij vaart lekker. Hij deed hoor. Lekker. Ja. Ja. Nou, helemaal blij. Nou, we gaan de haven weer in. Proefvaart geslaagd. Er was wel wat kleine dingetjes, maar geen... kapotte motor of schroefvast of maar wel wat dingetjes om uit te zoeken, dus we hebben weer wat te doen. Laat ik even binnen even wat dingen testen. Geluid klinkt goed. Ja, maar je gaat heel snel voor en achteruit.
Okay. En je gaat nou daar tussendoor? Nee, ik ga hier liggen. Waar? Hier op het randje. Vind je leuk? Ja, dat zeg ik. Oh, dat mag van Niels. Ik zeg, waar ga je liggen? Op het randje? Op het randje. Okay. Helemaal goed. Nou, ik ga even onder de kap staan, want anders ben ik drijfnat. Even kijken wat Erik precies aan het doen is. Wat hij aan het doen is. Oh, nou ja. Een beetje spelen. Heb een afstandsbedieningetje. Gelukkig maar, hè. Geven. Ja. Anders gaat hij gewoon veel snel. Nou, Het gaat je goed af. Niels kijkt mee. Nou. En hier gaat Erik hem aanleggen. Nou, applaus voor jezelf. Nou, dan komt Martijn. Ik heb ook even nagedacht. Erik zoekt het hogerop. Kan niet beter overzien. Nou. En? Mooi, hè? Ja, is mooi, hè? Ja, nou, jij zei, echt waar, Martijn, even onder ons. Ja. Even, hè? Dat het een goed schip was. Jij zei, gewoon doen. Natuurlijk. Ja, dat was jij, hè? Zeg je dat nog steeds? Ja, dat is kwaliteitsschip, natuurlijk wel. Ja, ik ben heel blij. En ik heb wel. Ja, mooi licht, moet het ja. Nou ja, en hier, Heepje en Heepje hebben de stekker al gevonden. Ja. Tegenover de keuken. Dan even makkelijk naar de tafel ja. En die schijnt dus van de vier zo de tafel uit de oven. Zeg. Ja. Want ja, je hoeft niet op tafel te zetten, er is geen ruimte voor hem nee. Worden. Nee, dan kan je daar in de keuken. Wat denk je, Martijn? Ja? Ja? Nee, dat je hier wel de zee mee op kan, dat weet ik wel zeker. Nou, dat gaan we ook doen. Eerste tocht is naar Scheveningen. Oh, dat is mooi te doen. Ja. Tweede stop, Florida. Ja. Dat zou Miami. Kunnen. Ja. 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 Nou, oké, dat even is. Messie, moeten we even iets langere tijd hebben? Nou. Nee, Martijn zei wel van, ja, dit is een topschip. Zeker weten. Net als in de Tweede Wereldoorlog. Top onderhouden en top gebouwd. Ja, ja, ik ben heel blij. Nou, volgens mij is die meneer daar met die afstandsbediening ook blij. Nou, jullie, zullen wij even zo beneden kijken, waar jullie kunnen logeren? Ja, dat is goed. Ja, ik ben best wel moe, dus dat zou fijn zijn. Ja, hè. Ah, zo romantic. Die kennen we ook wel voor u als bordeel. Oh, daar hebben ze ook stoeltjes bij, zie. Stoeltjes. Ja, in een bordeel. Hey, kun je zelf plafond zien. Kijk, in een bordeel. Echt, jongen, echt niet te doen, hè. Niet te doen, die man. Nou, hey, zullen we even beneden kijken? Ja. Kom. Moeten we onze schoenen uit hier, of niet? Nee, hoor. Nee, hoeft niet. Nee, hoor. Anders denk ik er komt toch sowieso andere vloerbedekking. En voor nu doen we het er even mee. Ting, 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 ting. Nou, kijk, Kev. Dit is één. Ja, dat is super vet. En Ramon hebt daar. Nou, die zien we zo weer. Nou. Eens even kijken. Ja, dan ga ik niet met mijn schoenen. Nee, dat is echt super chill. Ja, dit ligt wel goed zo. Voetje zo naar beneden. Welterusten, Ramon. Je legt op papa en mama's bed. Maar dat is prima. Nou, we hebben hier nog een. Dus wat een. Ja, badkamer. Geen even staan, het is lekker warm. Echt serieus. Oké, ik was even een rondleiding aan het geven. Eén heeft zich opgesloten in de badkamer en de andere ligt op mijn bed. Ons bed. Ja, maar het is lekker warm hier. En hij is nu weg. Oké. Nou, hoe vind je? Dat is de badkamer. Erg lekker. Lekker warm. En dan heb je hier, kijk. Oh, kijk, hier kan ik wel van. Een andere slaapkamer, logeerkamer. Ik kan daar mijn boeken neerleggen. TV ook lekker. Maakt mij niet uit. Goed, tv in de muur. Helemaal goed. Nou, jullie hebben in ieder geval allebei logeerplek. Ja, daar ging het mama om. En dan heb je hier nog een wc.
Ja, je had hier een wc. Ja, hier nog een wc. Hier zo. Ja. Kijk. Dag, toilet. Ja, is het ook lekker warm? Ja, is ook lekker warm. Ja, ja, ja. Positief. Nou, kom. Gaan we hierheen? Gaan we naar Ramon toe? Ja, dus die vinden we wel ergens. Kijk uit voor je hoofd, hè. Maar wij moeten daar wel mee oppassen. Ja, nou weet ik alleen niet, Kev. Hier moet een... Doet het nog steeds niet. Ja, nou, dit is onze slaapkamer. Oh ja, ik ga even kijken wat hier zit. Ik krijg nog niet een extra kind bij de poot, hè, rollen. Er zit wat opgesloten hier. Nou, dit is ook lekker warm. Ja, wel lekker warm, ja. Nou, dat is Ramon. Hallo, gevonden, nee, dus, verstoppertje. Ja, de deur niet gesloten. Nee. Dus, nou, is wel tof, toch? En, zo, en er zit een wasmachine zit hier. En de wasmachine zit hier. Hallo. Kijk, hier zit de wasmachine en de droger. Oh, zo ziet dat er dus uit. Ja. Dat ken ik. Oh, we hebben bijna geen licht hier zo. Van. Nee, ik ga even dat zeggen, melden, want hier is geen verlichting. Ja, de motorkamer. Machine. Ja. Lekker dichtbij, ik kan pa er makkelijk heen lopen. Ja, hij zit dicht nu. Ik kan pa er wel makkelijk ja. heen lopen. Ja. Word wakker kan ja. En mooie lampjes, hè, bij de trap. Badkamer. Oh, badkamer met douche. Eigen badkamer als jullie hier logeren. Eigen toilet. Oh, wc apart van de douche. Ja. Oh, en hier is rechtdoor jouw slaapkamer. Nee, die is mijn slaapkamer met mijn vriendin. Ik heb geen vriendin, daar gaat het niet om. Maar daar slaap ik. Voor het idee, hè? Ja, daar slaap ik. Hij wil met zijn boek niet. Maar het maakt niet uit. Maar kijk even. Ik gedemo. Die moot. Nee, ja. Nee, dus. Oh, dat kan wel lopen. Hey, Ramon, kun je optrekken? Oh ja, nou. Shit. Nee. Hoe vinden jullie het? Ik ga nog niet slopen. Dat is mooi. Ja? Nou. Dus jullie kunnen gewoon weer komen logeren. Helemaal goed. We hebben er zin in tot op de volgende vlog. Dan zijn we er weer bij. Heel veel zin in. Wat? Wat zei je nou? We hebben er heel veel zin in. Ah, goed zo. En wat zeggen wij? Wat zeggen wij? Goedgekeurd. Goedemorgen. Dus goedgekeurd. Ja, nou, ga ik even kijken mee. Wat is dat? Wat is dat? En hoe je ook nog je generatoren mee krijgt. Dat is voor de... Wat is dat voor? Ja, voor het dieselgebruik en zo. Maar voor brood... Een motor management systeem is dat, een digitale motor dit, hè? Je kan en wat verbruikten wij net met hardvaren? 180 liter per motor per uur. 360? Oké, dus we blijven gewoon dan, sukkelen. Dan moet je je generator gebruiken ook nog bij deze. Ja, maar dat is per uur. Dus dat 5 minuten doet, ja, dan is dat maar 20 liter. Toch? Het is toch maar zo vaart. Gaat hier niet vol mee varen, want dan ben je hartstikke gek. Ik sta je kopjes te trillen. Dus, ja, nee, maar dat heeft geen zin. Nee, dan kan je de tankwagen achterhangen. Ik kan toch ook op bepaalde plekken Delta aan laten haken? Ja, dat kan. Ja. Dat doet Delta toch bij de Gibraltar ook? Nee, samen, ja, helemaal leuk. Nou, ja, maar het is wel fijn dat het kan, dat je zomaar in de Duitse bond zit. Bijvoorbeeld. Ja, hier staat wie van de drie. Ja, wie van de drie. Ja, en wij zijn het unaniem eens. Ja, ja, het is een dikke ja. Ja? Grote ja, blij. Ja. Grote blij. Grote blij. Grote blij. Grote blij. Hij is een hele grote blij. Grote blij. Accepteer het. Zeg ja, mijn ja. douche, vriendin. Grote blij. Grote blij. Nou, wat zeggen we dan? Hè? Doei. Doei. Hoi hoi. Abonneer, hè? Abonneer, like, subscribe. Doei. Tot de volgende. Doei.